kwetsbaarheid is gewoon de weg naar verbinding. Kwetsbaarheid is geen zwakte, het is een kracht. Snap je? En jij stelt je kwetsbaar op. Ja. En dat opent de deur voor hem om ook te zeggen van, hey, ik heb ook issues. We hebben allemaal issues, toch? Juist. Ja. We gaan allemaal door bepaalde dingen. Of het nou goed is of slecht is. Als we dat met elkaar durven overleggen met elkaar, dan kom je zoveel meer verder, weet je. Dan, ja, kan je als groep zijn ook veel meer naar elkaar te groeien. Dan kan je ook elkaar helpen. Kan je elkaar motiveren. Kan je elkaar corrigeren ook. En ja, op het moment dat dat het geval is, dan groei je waarschijnlijk als club en als team groei je dan. Ja. Ja. Aan wie heb je het meest te danken gehad in je leven? Ook daarmee zou ik echt mensen tekort doen, man. Natuurlijk, je ouders, je familie, die heeft altijd achter mij gestaan. Hebben me gesteund. Eerlijk, en het klinkt egoïstisch, maar ik wil mezelf ook bedanken. Je moet zo denken, met wie ben jij het meest in gesprek? Met jezelf. Klopt. Met wie ben jij 24 uur per dag ben je bezig? Met jezelf. Omdat je... Dat is zo belangrijk. En dat zeg ik vaak tegen mijn vrouw. En zij zegt, hey, jij bent gek, man. Ik zeg, ik hou van mezelf. Ze zeggen, waarom zeg je dat? Doe normaal. Ik zeg, ik ben verliefd op mezelf. Ze zegt, jij bent echt raar. Je moet normaal doen. Ik zeg, luister. Als ik niet van mezelf hou, dan kan ik ook niet van jou houden. Wow. Ik geef om mezelf. Ja. Omdat ik weet van, hey, ik omhels al mijn beperkingen. Ik ben niet perfect. Ik heb heel veel foute dingen. Ik heb heel veel slechte kenmerken, eigenschappen. Maar ik heb ook veel goede dingen. Maar het totaalplaatje, daar hou ik van. Omdat ik de hele dag met mezelf moet dealen. Ja. En voor de rest van mijn leven ook. Dus als ik niet van mezelf hou, hoe kan ik dan het maximale aan jou geven? Ja. Dus op die manier denk ik eigenlijk. Dus dat zijn de mensen waar ik van hou. En dat is nogmaals, hè, absoluut niet egoïstisch bedoeld. Nee, tuurlijk is het ook zeker tuurlijk niet. Alleen, alles komt ergens vandaan. En ik heb een voetbalschool al jaren. En toen begon ik langzaam te gaan kijken naar ouders. En toen zag ik van, ik had nooit een vader aan de zijkant. Dus ik vond het altijd wel fascinerend om te kijken van, hoe zou dat voor mij zijn geweest als ik een vader had, die dat zou, al zou hij me bekritiseren, dat hij er gewoon was. Want ik prikte veel in de jeugd. Ik scoorde echt veel. Alleen, ik kreeg nooit van iemand de bevestiging. Ik kwam thuis, mijn moeder had 5 kinderen, dus ze kon nooit komen kijken. Hoe heb je gespeeld? Goed. Hoeveel heb je gescoord? 6 keer, 7 keer, op amateurniveau dan wel. Ja. Maar voor mij waren dat grote, grote daden. En zij was aan het koken. Oh, goed gedaan. En klaar. Het was te makkelijk. Ik had zoiets van, hè, goed gedaan. Eigenlijk moet je een taart voor me bakken. Weet je wat ik heb gedaan net? Ja. Je weet toch, maar die kreeg ik nooit. Dus op een gegeven moment ga je daar ook aan wennen. En terugkomend op die voetbalschool die ik had, ging ik op ouders letten, observeren. En dan zie je eigenlijk alle vaders en moeders, die willen allemaal dat hun kind profvoetballer wordt. Maar je ziet ook aan die kinderen dat ze die druk voelen. En dat raakte mij altijd als trainer. Dus dan ging ik altijd even naar de ouders. En dan moet je daar heel voorzichtig mee zijn. Want een moeder of vader bekritiseren over hun kind is eigenlijk heel lastig. Dus ik kwam heel tactisch. Het is lichtgevoelig. Ja. Want je zegt eigenlijk indirect van, je doet het als vader of moeder, doe je het niet goed. Ja. Dus ik ging het altijd op mezelf slaan. Van, ik heb het ook bij mijn kinderen gedaan. Wat niet waar is, maar om het te verzachten. Hè, dat was die kleine opening. Ja. Waardoor ze zich relateren aan jou en denken van, oké. Dus ik zet eerst mezelf daar neer en dan neem ik ze daarin mee. Ik zeg, het heeft niet gewerkt. Wat is de mooiste herinnering aan je ouders? Aan mijn vader. Eerlijk gezegd heb ik heel weinig herinnering. Ik was heel jong. Ik was 3 jaar. Kleine flashbacks, maar dat is moeilijk na te vertellen. Mm-hmm. Ik denk dat mijn moeder je hartstikke mooie dingen kan vertellen over mijn vader. Aan mijn moeder. Ja. Ik denk dat de creatie van mij, maar ook gewoon de persoon die ik nu ben, de herinneringen die ik aan die vrouw heb zijn sowieso enorm. De basis ligt bij mijn moeder. Ik kan niet zonder haar. Ik kan me niks voorstellen zonder haar. Ongeacht ik mijn kids heb, ongeacht ik de mensen heb die van mij houden. Maar mijn moeder zegt mijn tempo, dus alles eigenlijk een beetje. Dus, alles wat zij mij kan navertellen over mijn vader, over de zelf, over hoe het toen was, of wat ik zelf herinner, ja, dat koester ik enorm. Ja. Voor wie heb jij het meest betekend in iemands leven? Ik hoop tot nu toe voor mijn kinderen ook. Ja. Geloof ik ook wel. Ja. Wat is de meest waardevolle les die je hebt geleerd? Ik denk het koesteren van gezondheid en het feit dat het leven uiteindelijk altijd doordraait, dat denk ik. Het leven gaat altijd door. Mijn geluk is dat ik daar gewoon heel veel steun heb gehad. Zeedorf was er. Mm. En die heeft met Zeedorf. Ja. En die heeft mij gewoon ontzettend veel geholpen. Ja.
En, wat een mentor, man, om die naast je te hebben. Ja, gewoon. Ja, dat heeft me echt ontzettend geholpen. Kan je aangeven waarin hij je dan heeft geholpen? Ik heb hem wel eens gevraagd, want hij is best wel iemand die vaak de mensen tegen zich heeft. Ja, dus ja. Als hij de bal heeft, dat mensen gaan fluiten of dat ze zeggen van, oh, hij hoort hier niet. Net zoals bij Nederlands elftal soms. Mm-hmm. En ik vroeg hem wel eens van hoe hij daarmee omgaat. Ik kan me nog herinneren een wedstrijd in Milaan dat iedereen er een beetje uitvloot. En hij bleef maar iedere bal vragen. En iedere keer dat hij die bal kreeg, ging ze fluiten. Zijn eigen fans. Zijn eigen fans, ja. Ongelooflijk. En je zag dat gewoon naarmate de wedstrijd vorderde gewoon steeds minder worden. Maar als ik dat terug zou koppelen naar mij, mm-hmm. 80.000 man die je uitfluiten. Eigen fans, hè? Ja, wat zou je dan doen? Zou je dan ook die bal vragen of zou je zich gaan schuilen? Ja. Maar hij is zo... En wat was zijn antwoord? Ja, jouw antwoord. Jouw antwoord is spanning, man. Jezus. Ja. Nee, ja, hij is zo... hij staat zo sterk in zijn schoenen. En hij gaf aan van, ik ben voor niemand bang. En, en als mensen gaan fluiten, dan wil ik nog meer de bal hebben. Dus het maakte hem alleen maar sterker. Ja. Geen angst. Hij kende geen angst voor wie dan ook. En dat vond ik wel heel speciaal om hem zo te zien, zo te zien voetballen. Want dat heeft mij wel... daar heb ik wel heel veel van geleerd. Wat is de meest waardevolle les die je hebt geleerd? Geniet van het leven, weet je. Kijk, voor Gianni weet ik dat niet, maar voor jou weet ik dan wel. Weet je dat er ook wel mensen hebben verloren op jonge leeftijd? Als ik dan bijvoorbeeld toevallig zag ik laatst Luciano voorbij komen bij Nigel op Instagram. En daar hebben we ook nog wel leuke tijden mee beleefd, weet je. Mm-hmm. En zo heb ik ook nog wel meerdere mensen die ik heb verloren op jonge leeftijd. En dat je denkt van ja, weet je, je weet het niet wanneer het voorbij is. Dus ja, genieten van het leven is wel echt, gewoon echt bewustzijn. En bewustzijn van het leven is denk ik wel echt... Ja. Jullie hebben het net over Luciano, hè? Maar voor de mensen die kijken en luisteren, wie was hij? Luciano is mijn jeugdvriend geweest, samen opgegroeid in Zuidoost en samen bij Amsterdam gespeeld, eigenlijk na school, samen op school gezeten, middelbare school, OSB. In Zuidoost. Dus wat ik zeg, samen mee opgegroeid en op een gegeven moment allebei de droom om het zo ver mogelijk te schoppen in de voetbalwereld. Mm-hmm. En op een gegeven moment ik samen van Amsterdam naar FC Apeldoorn gegaan. Ik was een jaartje ouder, dus hij speelde een elftal lager. Ik ging naar Utrecht. Hij ging op een gegeven moment naar Telstar. Samen voor het eerst ook de talentendagen. En dat kwam eigenlijk door hem. Door zijn vader ook. Die ons beiden had ingeschreven voor de talentendagen bij Ajax. Mm-hmm. En zo heb ik dus mijn eerste ervaring gehad met Ajax. Alle rondes mogen doorstaan. Maar dat is mede ook door Luciano en zijn vader geweest. Mm-hmm. Dus, maar goed. En op een gegeven moment... Kan je die wedstrijd herinneren tegen wie we speelden, die zondag? Volgens mij was het RKC. En fast forward, RKC was zijn profs nu. Hij speelt bij Telstar, ik speel bij Utrecht. En ik word op die bewuste zondag gebeld door mijn broertje als eerste. En die zegt van, hey Edson, heb je gehoord van Luciano? Luciano van den Berg. Ik zeg, wat gehoord? Hij zegt... Hij heeft een auto-ongeluk gehad en hij heeft het niet overleefd. Dus natuurlijk schrik je even, ik weet niet wat ik moet doen en zo. Hmm. Dus ik belde zijn vader. Nee, ik jok. Ik belde Nigel.
Nigel was onderweg volgens mij. Die had een, De Jong. Nigel De Jong. Die had een wedstrijd tegen AZ. Dus die was al in de spelersbus volgens mij. Dus ik bel hem op. En ik hoorde al aan zijn stem. En het eerste wat hij zei was: Edson, hij is er niet meer. Hij is er niet meer. Hij is weg. Hij is weg. En toen hoorde ik heel veel geroezemoes. Hij stapte uit de bus. Helemaal overstuurd. Dus heb ik maar opgehangen. Ik woonde in Almere. Luciano woonde ook in Almere. Dus ik ben gelijk naar zijn ouders gereden. En ik kwam daaraan en ik zag zijn moeder voor de deur staan. En zijn vader ook. Een beetje rondlopen en eigenlijk niet wetende hoe of wat. Maar goed. Dat is Luciano. Verhaal van Luciano. En jij kende hem ook goed? Nee, ik kende hem wel. Maar niet goed. Maar ja, die wereld is natuurlijk klein. Je komt wel tegen elkaar spelen. En we gingen ook een avondje stappen. Ja. Naar de challenge. Ja. Op de vrijdagavond. En volgens mij zijn vader stond aan de deur. Ja, zijn of die vader was de hoofd. Dus die liet ons via de achterkant konden we naar binnen. Ja. En dus we hebben wel gewoon leuke avonden beleefd. Maar wat ik ermee wilde zeggen is, zeg maar, kijk. Noem me iemand op jonge leeftijd die er dan, weet je. En uiteindelijk hebben wij een hele carrière. Mm-hmm. En we hebben, samen dan met die Tommaso bijvoorbeeld ook, weet je. Dat zijn wel van die dingen die het besef van, we hadden net tegen Ajax gespeeld. We wonnen die wedstrijd. Hij scoorde volgens mij de winnende ook nog. Nee, het was voor mij Dwight, toch? Dwight. Oh, Dwight scoorde Dwight. De winnende, klopt. Die scoorde nooit. En Danny Blind volgens mij was de trainer van Ajax. En Dwight, die scoorde de winnende. En volgens mij, die dag daarna nog. En ik zat bij FC Den Bosch. Ik was verhuurd. Ja. Maar hun hadden, ik was, die dag daarna volgens mij was het nog trainen of zo. Uitlooptraining. En toen die dinsdag waren we vrij. Ja. En we kregen een telefoontje eigenlijk dinsdagmiddag. Hey jongens, willen jullie naar de club toe komen? En ik weet niet, het was sowieso raar. En iedereen vroeg zich af van wat is er nou? We komen de kleedkamer binnen op onze vrije dag. En Foukeboy en Sean van Hoen lopen binnen helemaal rood. Ja. En Marco Fortuné. Mm-hmm. Marco. Die woonde bij hem, daar heb ik nog meegespeeld. Ja. Die woonde bij hem in het gebouw, dus die wist er al van. Ja. Dus we zien Marco binnenlopen, tranen. Ja. Ja, en toen kregen we het bericht. En dat was eigenlijk best wel kort op na het overlijden van Luciano. Twijfelde je vaak aan jezelf? Ik denk het wel. Twijfel, en maar ook vooral de druk, de onnodige druk die je jezelf oplegt. Ja. En als je dat dan zeg maar niet, als je bepaalde dingen niet haalt, dat je dan toch wel ergens gaat twijfelen of zo. En niet zeker van je zaak gaat zijn. Ja. En dat vertaalt zich altijd uit richting het voetbal, denk ik. En op het veld, dat zie je denk ik vaak wel. Ja. En hoe ga je daarmee om? Of hoe ging je daarmee om? Met de twijfels die, als je specifieke momenten hebt gewoon misschien een verstoppertje spelen, man. Ik hoef die bal niet te hebben. Ga maar die kant op met die bal. Ja. Jezelf gewoon voetbaltechnisch gewoon jezelf niet meer aanbieden, niet meer tonen, zeg maar. Ja. Gewoon een beetje richting 7, richting een 6 spelen. Ja. Maar ik denk als je een 6 probeert te spelen, dan is het waarschijnlijk een heel grote, gewoon een 3, zeg maar. Ja, precies. Of een 4. Ja. Dat. Toen ik kinderen kreeg, toen veranderde heel veel, man. Ja. Heel veel, want ik ging eigenlijk van het moment dat hun, mijn dochter is ouder, mij in de armen gaven. Ik dacht van, hoe moet ik? Mm. Het eerste moment kwam al toen mijn vriendin toen zei van, ik ben zwanger. Ja. Ik dacht van, zwanger, en, maar hoe ik heb niet eens mijn broertje opgetild of zo. Hoe ga ik baby? En op een gegeven moment, keizersnee, dan krijg je kind. En dan duwen ze hem gewoon in je handen, zeg maar. En dan bleef ik zeg maar van, Wat moet ik nu doen? Ja, daar is veel veranderd, man. Veel, veel. Gewoon qua gedachten, alles, man. Omdat ik ben iemand. Sowieso wil ik alles goed doen. En ik wil niks perfect doen, want zo ben ik ook niet. En ik ben niet perfect. Of ik wil alles gewoon goed doen. En gewoon strikt. En op dat moment was er een hele situatie. Ja, wat je een beetje op internet kon lezen. En, maar dat is niet zo, maar was de hele situatie. En ik zei van, kijk,
Ik wil je even daar, sorry dat ik in de reden val, maar welke situatie heb je het over nu? Ik zeg maar, mijn kinderen verschillen 1 jaar. Ja. Maar is met 2 vrouwen, zeg maar. Oké. Okay. Dus ik kwam in het nieuws dat ik een one night stand had, terwijl ik sinds mijn 14e met eentje ging. En toen ik ging al 4 jaar met die andere en allemaal gedoe, zeg maar, volgens media. Mm-hmm. Maar dat was niet zo. Maar op dat moment dacht ik wel van, weet je wat, kijk, deze situatie is door mij. En ik ben iemand, ik neem mijn verantwoordelijkheid als ik een fout maak. En ik geloof in, ja, mensen maken fouten en fouten maken de mens. Dus dan zou je nu op een gegeven moment, moet je nu gewoon ja, laten zien dat, oké, die situatie is zo gegaan. Maar je moet nu laten zien dat jij toch wel een goede vader kan zijn. Ik zeg je wel eerlijk, ik wil wel met coach op ons Ik zeg je eerlijk, ja, man. We kunnen ze gewoon onder elkaar zetten, man. Yo, J-Tro, man. Ja, thanks voor die, man. Ja, man. Oké, okay, nee, maar Wacht even, bro. Ja, ja. Mensen maken de fout. Nee. Mensen maken fouten. Mensen maken fouten. En ja. Fouten maken de mens. En fouten maken de mens. Ja, bro. Thank you. Nee, thank ik you. Hoor je helemaal. Je hebt helemaal gelijk. En dat gevoel ook wat je had van verantwoordelijkheid als je kind voor het eerst in je handen hebt, weet je wel. Het is echt ongelooflijk. Je hele mindset verandert meteen. Edson kan er ook over praten natuurlijk. Wat heb je voor ons meegenomen? Oh, heb je die hier of niet? Ik heb hem wel bij me, ja. Dus kampioensring van Feyenoord. Oh. Maar het is, wat ik al zei, ik ben natuurlijk een beetje NBA-fan. Mm-hmm. En bij Feyenoord hebben ze toen daar een beetje aandacht aan geschonken. Ja. En ja, die jas is zo lang. Ik ben ook 2 meter, hè, Johan? Ja. Gaat het verder? Ja. Oeh. Dus ja, dan... Oh, nice. Wow. Ja, het stelt niet zo heel veel voor, maar het feit dat ik zeg maar voor mijn droomclub uiteindelijk kampioen ben geworden, op de Kursingel heb gestaan, ja. Is toch uiteindelijk iets moois en iets kostbaars. En, mag ik hem eens zien als oud Feyenoorder? Ja, ik moet hem ook wel zien, man. Als NBA-fan. Michael Jackson, hè? Mooi, man. Nou ja, nummer 29. Het is waar komt dat vandaan? Dat heeft met mijn overleden vriend te maken, toch? De Guido, die overleed. Uh-huh. En op dezelfde dag kreeg ik een nummer, mijn eerste nummer in betaalde voetbal, bij NAC toegedeeld. Yeah. En dat was 29. En hij overleed op 11 mei. En 2 plus 9 is 11. Dus zodoende heb ik 29 altijd een beetje bij me gehouden. Dus yeah. Dat zal ook nu niet... niet anders zijn dan... Mooi, man. Ja. Mooi. Waar ben je het meest dankbaar voor? Op dit moment ben ik zo het meest dankbaar voor mijn kids. ja, gewoon voor lijf. Want ja, zonder lijf, je kan zoveel dingen opnoemen. En zoveel dingen opnoemen die je lief hebt. Maar ja, als leven jou niet gegund is, dan is het ook gauw over. Dus wat dat betreft sowieso voor lijf. En... ja, mijn kinderen, man. Mijn kinderen zijn sowieso, zoals ik al eerder aangaf, in de cultuur waar ik ben opgegroeid, dan zie je dingen. En heel veel dingen ga je onbewust nadoen doordat je bepaalde dingen ziet en doordat je bepaalde dingen normaal vindt. Maar zoals je weet, heb ik niet alleen kinderen bij 1 vrouw. Ja. Dus dat is sowieso al heel iets moeilijks voor mij, wat ik heb ontdekt in de loop der jaren. Waarom is het iets moeilijks voor mij? Omdat uiteindelijk had je het liefst dat je natuurlijk je gehele gezin altijd bij je zou hebben. Nou ja, je probeert dan het beste ervan te maken, maar als je dan gaat kijken, en dan praat ik voor mezelf nu, wat ik heb gecreëerd rondom mijn kinderen, al mijn kinderen zijn gewoon 1. Mm. En dat ook niet zo hoeven zijn, begrijp je? Mm. En dat is ook niet, want uiteindelijk heb je met verschillende zielen te maken, je hebt met verschillende moeders te maken en het hoeft ook maar niet zomaar zo te zijn dat hun jou ook die harmonie gunnen. Uiteindelijk probeer ik wel zelf altijd zeg maar voorop te staan dat die harmonie altijd blijft. En natuurlijk, de een zie je wat minder dan de ander, maar uiteindelijk als we samen zijn is het altijd. En dat is die creatie die ik zelf heb kunnen creëren. En waar ik ook wel heel veel props voor vanaf buitenaf krijg. Om het feit dat ik ken natuurlijk ook wel vaders die gewoon hartstikke goed hun ding doen en sterk in hun schoenen staan, maar die toch het probleem hebben dat ze 1 of 2 kids niet zien vanwege een moeder die is verhuisd naar Bolivia,
Ja. Begrijp je dus? Ja. Wat dat betreft ben ik wel super dankbaar voor dat stukje. Weet je, ik ben ook best wel benieuwd naar, naar je vrouw in dit hele verhaal. Ja. Omdat... Moet ik er bellen? Nou, ze mogen eigenlijk ook hier plaatsen. Ze mogen ook plaatsnemen hier op de bank. Ja. Maar ik ben best wel benieuwd in welke periode kwam zij in jouw leven. Ja. En hoe is ze met die verandering, hoe is ze daarmee omgegaan, weet je wel? Want ik bedoel, als zij tijdens jouw carrière, is ze tijdens haar carrière? Ja. Dan je toch, als vrouw heb je ook een bepaald soort leven dat je leidt. En dan komt die ommekeer, weet je wel, van weet je, hoe is zij daarmee? Hoe zou je daar als gezin mee omgaan? Ja, dat is wel leuke vraag eigenlijk. Ik ben haar in Heerenveen tegengekomen. Mm-hmm. Dus eigenlijk wel redelijk vroeg in mijn carrière. Na die teamplayer dus? Ja. Oké. Wou ik nog even zeggen. Ja, daarna. Weet je wel, maar de buitenkant was top. Weet je, ik had een Zweedse villa, ik had een B330, ik had... Maar het was allemaal chaos, weet je, zij woonde toen in Zeeland, ze kwam één keer in de week kwam ze bij mij. Mm-hmm. Ik was trainen, zij was eigenlijk alleen maar rotzooi voor mij aan het opruimen, weet je, omdat het gewoon, het klopte niet. Dus zij was eigenlijk een soort van manager voor mij. En al vroeg, welke leeftijd was dat? Ja, ik was 19, 20. Oké. Okay. Ja, 20. En ja, toen was het, wat je ook zegt van... niet echt de manager die echt... Kijk, ik was iemand die moest echt... Eigenlijk 24-7 had ik iemand bij mij nodig om mij te handelen, zeg maar. Mm-hmm. Snap je? Dat was niet zo. Zij kwam best wel vroeg in mijn carrière. Heel veel geholpen. Ze heeft niks met voetbal, weet je. Dus echt, zij was eigenlijk de eerste echt persoon in mijn leven die ging om Romano's, zeg maar. Snap je? Dus zij is eigenlijk altijd met mij mee geweest, waar we ook waren. En gesteund, mm-hmm. nog steeds. En ze is blij dat ik gestopt ben met voetbal. Ja, omdat dit is sowieso niet haar wereld en de mensen eromheen, dat is niet haar ding. En hoe is ze zeg maar met die ommekeer gegaan, dat eerst kon alles en nu... Ja, ook wel lastig natuurlijk, want ook zij groeit daar wel in mee, weet je, van dat alles kon, zeg maar. Ze hoefde ook niet te werken, mm-hmm. Maar het moment zeg maar, dat het wel moest, is zij volle bak gaan werken en ja, daar hebben we wel respect voor. Ja. Dus we zijn wel, het is wel echt een team. Nu nog steeds, weet je, van, dat is best wel een belangrijke factor in mijn leven, weet je, van... En ze pept mij elke keer weer op, weet je, van, en zij zegt ook, als ik het niet goed doe, is zij de eerste die zegt, vriend, van normaal doen, ja. Weet je wel, maar we praten veel, man, dus ik vind dat ze er wel heel goed mee omgaat, eigenlijk. Ik vind het wel, ik vind het echt een ride or die, weet je wel, er zijn heel veel mensen die... Je zegt het net zelf, als het goed gaat, dan zijn ze in je leven. En als het misgaat, zijn ze heel snel weer weg. En het feit dat zij gewoon die hele ride gewoon is gebleven, dat is, vind ik echt heel mooi. Ja. Heeft ze daarin ook, je zegt net, ze is blij dat je bent gestopt. Heeft ze daar ook een verandering gezien in de mens, Romano? Ja, zeker weten. Zeker weten. Kijk, tijdens mijn carrière, weet je, van wat net over heel veel aandacht en... waarschijnlijk ben ik ook wel veranderd als persoon, zeg maar. Mijn houding en ze ziet nu echt Romano weer. Dat vind ik ook wel fijn, zeg maar, weet je wel. Maar de vraag ook van, hoe was ik dan? Toch wel redelijk veel met mezelf ook bezig. Ook wel het binky aandacht en... En nu als ik thuis ben ik thuis. En ik was niet thuis, zeg maar. Mijn telefoon heel druk en met allemaal dingetjes bezig. En ik kom er echt steeds vaker achter, zeg maar, dat het is allemaal niet zo heel belangrijk. Maar het is wel de wereld waar je uitkomt. En ik vind het ook nog steeds wel gewoon leuk. Alleen het belangrijkste is wel gewoon wat ik thuis heb zitten, man. En of dat nou met 3 miljoen is of met ietsje minder... dat maakt niet zo heel veel uit, man. Het gaat erom, zeg maar, dat je
je team bij elkaar hebt. Mooi. Nice, nice. Ja, echt, echt mooi om te horen. Maar ik ben wel blij dat je hier als gast op de bank bent gekomen. En eigenlijk mij en ik denk heel veel anderen hebben laten zien wie Michiel Kramer eigenlijk nou echt is. Ja. Weet je, de mens Michiel. Mm. En ja, ik denk dat dat veel langer bij gaat blijven bij mensen. En dat dat ook eigenlijk het belangrijkste ja, is. Ja, dat denk ik ook. Ik hoop het ook. Alleen ja, je blijft natuurlijk altijd een gedeelte houden die dat nooit zal inzien uiteindelijk. Toch? Nou, ik denk het wel. Ik denk mede ook, hè, door dat je hier te gast bent geweest. En je eigenlijk van een andere kant hebt laten zien en ook uitlegt hoe dat, waar dat vandaan is gekomen en hoe dat zich zo ontwikkeld heeft en waar je nu ook bent, dat men dat ook kan zien, ja. Weet je, heb je dat ook gewoon echt waargemaakt. En ik hoop dat wij nog heel lang van jou mogen genieten op de velden. En we hebben het al gezegd, je gaat terugkomen voor deel 2. Oh. Je moet terugkomen voor deel 2. Heel graag, ik vind dat jullie iets bijzonders doen, dus ik vind dat wel, dat zou ik heel graag willen. Dus sowieso bedankt voor de uitnodiging, man. En, thanks. Blijf lekker jullie ding doen, dan ja, zeker. Open jullie heel wat deuren voor jongens, dus dat is alleen maar goed.